De goede keuken begint in Tilburg. Nederland wil in 2021 meer Russische studenten trekken. Ik ben hier in Sint-Petersburg en ga spreken met een van de docenten die Nederlands doseert aan Russische studenten. Aan deze faculteit worden bijna alle talen van de wereld gegeven, zelfs de kleinste talen. En het Nederlands is helemaal niet zo klein. Het Nederlands wordt gesproken door 26 miljoen mensen. Dat is best veel. Dat is veel meer dan Scandinavische landen bijvoorbeeld. Sommigen vinden de uitspraak mooi van het Nederlands. Anderen willen graag Nederlandse boeken vertalen. Nog iemand wil in de Nederlandse businesswereld zitten. Ik denk niet dat er iemand is die Nederlands bewust gaat studeren. Ik denk dat in de meeste gevallen is het echt toevallig. En meestal hebben de mensen geen keuze. De universiteit heeft me gebeld en gezegd, ja, je gaat Nederlands studeren. En ik was verbaasd. Ik was zoals, ja, wat is dat nou? En voordat ik Nederlands ging studeren, wist ik niet waar Nederland ligt, wat voor de taal het Nederlands is enzovoort. Ik dacht dat Neverland van Peter Pan en de Nederlands, dat is dezelfde. En, ja, dus ja, helemaal geen kennis daarover. Toen zei je dit gaan leren. Wat vind je van de taal? Katja. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heel mooi. En ik ben heel erg blij dat ik het studeer, zoals ik al zei. Toen ik begon Nederlands te studeren, belde ik mijn moeder en heb ik een paar woordjes gezegd. En ze heeft me gezegd, nou ja, is dat Georgisch? Wat studeer je daar? Vooral dit woord verschrikkelijk. Het was echt, het klonk ook verschrikkelijk voor mij, maar het geeft juist nu echt, ja, ik weet het niet, het heeft zijn charme, denk ik. Nederland is voor veel studenten hier een fantastische mogelijkheid, want Nederlanders zijn het tegenovergestelde van de Russen. Als je iets voor vraagt, zegt de Nederlander heel snel nee, als je iets niet wil. En dat is voor de Russen is het, je zegt toch geen nee. Dat zeg je toch niet. Je zegt ja, maar. Dat is het een beetje. Dus dat nee, dat Nederlandse nee, dat is heel chockerend. Zelfs voor mij nog steeds. Ja, we hebben de opvoeding van de Sovjet-Unie nog steeds van onze ouders. En ze zeggen bijvoorbeeld, nou ja, je moet aan iedereen helpen, je moet vriendelijk zijn, je moet ja, meestal ja zeggen. En pas nu, in 2020, beginnen mensen ja, op een andere manier kinderen opvoeden. Zijn jullie wel eens in Nederland geweest? Ja, ik wel. Ik niet. Wat vond je ervan? Het eerste wat mij wel opviel, was dat alles heel goed geregeld was. Dus in vergelijking met Rusland, waar alles heel chaotisch is, en daar ben je aan, en was Nederland echt super netjes in veel opzichten. Bijvoorbeeld als ik op bus wachtte, aan de bushalte, wist ik zeker wanneer de bus zou aankomen. En dus dat is niet normaal voor Russen. Je kan aan de bushalte op de bus wachten en je weet niet zeker of het überhaupt komt of niet. En de mensen waren super vriendelijk en super open tegen. Dus ik kon op straat lopen en gewoon vreemde mensen tegen mij konden glimlachen of mij begroeten of zoiets. En in Rusland zou ik dat heel raar vinden. Over het algemeen heeft men een hele vage voorstelling over Nederland. Men weet dat het een heel modern en vooruitstrevend land is. Bijna niet toegankelijk. Het is ergens ver weg. Waarschijnlijk omdat het klein is en heel erg westelijk ligt in Europa.
Men weet wel meer over Amsterdam. De Wallen. Maar men heeft te weinig informatie, vind ik, over de Nederlandse universiteiten en over de kwaliteit van de studie daar. Ik ben van plan naar Rotterdam te gaan. En daar helaas kan ik geen taalkundige vakken kiezen, alleen maar politiek, media enzovoort. Ja, dus. En dat bieden ze zowel in het Engels als in het Nederlands. Want je zou het liefst in het Nederlands doen, denk ik. Natuurlijk, ja. Ze zouden heel graag in het Nederlands willen studeren, maar de meeste masterprogramma's die in Nederland worden aangeboden zijn helaas in het Engels. Dat is voor hen gewoon een super groot nadeel. Daarom gaan ze veel vaker naar Vlaanderen om te studeren. Want Vlaanderen biedt veel meer Nederlandstalige masterprogramma's. Weten jullie iets over Tilburg? Weten jullie waar het ligt? Laat ik daarmee beginnen. Oh. We moeten dat wel weten. Oh. Nou, het is niet zo'n grote stad hoor. Nee, ik... Oh. Ik had het knap gevonden, maar... Het ligt eerder in het midden of in het zuiden dan... Nee? Of in het westen? Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Niet ver van Utrecht, dus in het midden, meer beneden, denk ik, nee. Ja, nee, klopt. Ja, het ligt inderdaad eigenlijk in het midden en dan helemaal naar beneden, ja. Ja, eigenlijk bijna tegen de grens met België ligt het aan. Ah, oké. Okay. Dus jullie zaten redelijk dichtbij. Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant. Ah, oké. Okay. Ah. Daar ben ik wel geweest. Ik ben naar Den Bosch en Breda geweest. Nou, Tilburg ligt er tussenin. Ja? Oh. Ben je niet in Tilburg geweest? Nee. Misschien alleen als ik in de trein zat en dus onderweg was. Ja, dan kom je er langs. Ja. Ja. Maar ja. De lelijkste stad van Nederland, zeggen ze. Tilburg? Ja. Oh. Tilburg. Ja. Wat weet u van Tilburg? Ik weet dat Tilburg is een mooie zuidelijke Nederlandse stad. Met een mooie natuur. Lieve mensen, aardige mensen, lekker, goede keuken. De goede keuken begint in Tilburg. De zuidste stad waar ik in Nederland ben geweest was Maastricht. En dat is heel zuidelijk, ja. Oh mijn god, die dialect kon ik echt niet begrijpen, echt niet. Het was zo gek, geen enkel woord. Alsof ze een andere taal praten, maar... Toen sprak ik niet zo goed Nederlands, dus misschien ook daardoor. En in Noord-Brabant, ja, was het oké voor mij, tenminste. Ja.